is alweer even geleden dat we in Transportwereld via de Truck Experience de allernieuwste trucks voorbij zagen komen. Vandaag gaan we daar verandering in brengen, want we zijn in Asten, vlak aan de A67. En hier bij de truckstop zien we heel veel verschillende trucks. Maar voor ons draait het om twee vrachtwagens. Deze, de MAN Individual Line S en de Volvo FH500. In de Truck Experience van Transportwereld hebben we niet alleen de nieuwste trucks om naar te kijken. Nee, we duiken er echt in. Dat doe ik met de experts van de merken. En we hebben een echte ervaringsdeskundige die ze op de weg aan de tand gaat voelen. En dat is niemand minder dan Iep van der Meer van Big Truck. Begonnen als internationaal chauffeur, uitgegroeid naar journalist en truckspecialist met een grote ervaring. Met een aantal collega's richtte hij BigTruck.nl op, het grootste chauffeursplatform in Nederland. Iep, als je in een nieuwe truck stapt, waar let je dan op? Ja, het begint natuurlijk met de instap, maar het is vooral, ja, hoe voelt het aan? Hè? Hoe is het uitzicht? Zitten alle instrumenten op de plekken waar je ze verwacht? Maar ook de sfeer aan boord. Dat zijn allemaal dingen die heel verschillend zijn per merk. En dat maakt het juist heel leuk. Ja, rijden met de nieuwste vrachtwagens, is dat wat jouw vak zo mooi maakt? Ja, alle nieuwe ontwikkelingen er bovenop zitten en dat maakt mijn vak inderdaad heel boeiend. Nou, ja. Het is lekker weer. De MAN staat klaar. Gas erop. De tot International Truck of the Year 2021 uitgeroepen nieuwe generatie van MAN staat bol van de innovaties en technieken en heeft een fraai nieuw in- en exterieur. We hebben nu hier de MAN Lion S, een topmodel. Ja, een jaar geleden hebben we dan de nieuwe generatie geïntroduceerd en nu dan het topmodel. En daar hebben we heel veel designelementen in gebracht, ja, om die auto nog meer uitstralen en nog meer image te geven. Ja, dat is de buitenkant, maar de binnenkant is ook net een huiskamer volgens mij. Ja, de binnenkant, dat is onze grootste GX-cabine, dus de staarkabine met heel veel ruimte erin voor de chauffeur. Die kan er echt in leven. Jullie denken allereerst vanuit de chauffeur? De chauffeur is gewoon het belangrijkste. De chauffeur, ja, die moet zijn dag in dag uit in zijn auto leven verkeren. Dus die moet het gewoon naar zijn zin hebben. Alleen de chauffeur die wil ook wel graag met een mooie auto aankomen rijden bij zijn los- en laadadressen. Dus daar hebben we ook heel veel aandacht voor. En met de ontwikkeling van de nieuwe generatie, ja, daar zijn 700 chauffeurs geënquêteerd. En die wensen zijn meegenomen en die hebben geleid tot een hele ergonomische en plezierige werkplek. Ivar, er staat individual op de deur. Maar wat maakt hem dan individual? De uitvoering, het design. We hebben speciale stoelen. We hebben rode accenten in het voertuig verwerkt. We hebben de spiegels met carbon look. Als je de deur open zoekt, dan is de verlichting op de vloer is een MAN-leeuw. Mooie zonneklep voor op de cabine. Er is heel veel veranderd aan de MAN, onder andere de stroomlijn. Deze flapjes bijvoorbeeld, die zorgen dat je spiegels niet vuil worden in je zijruiten, maar die lucht wordt allemaal naar achteren afgevoerd. Er zit een snelle lijn in dit geval in deze speciale uitvoering, zelfs met carbon, mooie rode accenten erin. De verlichting is ook hypermodern, helemaal van deze tijd, met alles LED en zelfs een grootlichtassistent, waardoor je constant met je groot licht kunt blijven rijden. Hij dimt automatisch. En wat ik zelf heel mooi vind, dat is dat MAN in die koplampen, dat is over detail, vind ik mooi, dus af. Ja, en niet zo vervelend als je staat los of te laden, je denkt, oh, mijn raam staat nog open, dan moet je in die auto klimmen. Daar heeft MAN over nagedacht. Heel slim, knopjes aan de binnenkant van de deur. Hier kun je je raam dicht doen, je werkverlichting aan, zelfs je alarmlichten aandoen. Dat is een heel slim detail. Ja, de grootste verandering van de nieuwe MAN zit misschien wel aan de binnenkant, want echt alles is nieuw wat je hier ziet. In deze speciale editie mooie leren stoelen met prachtige rode stikseltjes en een schitterend rood leeuwtje daarin geborduurd en zelfs rode veiligheidsgordels. Ja, het ziet er allemaal fantastisch luxe uit. Het is op het niveau van de Duitse topmerken in de personenauto's natuurlijk. MAN heeft de verstelling van de stuurkolom hebben ze belangrijk vergroot. Je kunt nu echt de ideale houding aannemen. Het is een mooi leren stuur. Mooie nieuwe knoppen op het stuurwiel. Er is allemaal nieuw vorm gegeven. Niet meer die grote toetsen zoals ze vroeger hadden. Bovendien kun je veel meer dingen verstellen op het stuurwiel.
Een van de grootste verbeteringen bij de nieuwe MAN, dat is dat ze de spiegels op een andere plek gepositioneerd hebben. Die zitten nu iets verder naar achteren. En als gevolg daarvan kun je nu tussen de A-stijl en de spiegel doorkijken. En dat is echt een hele belangrijke, want daarmee vermindert je dode hoek aanzienlijk. En ja, dat maakt dat het zicht rondom ook echt een heel stuk verbeterd is. Ja, bij een personenauto zou ik zeggen wat ligt er onder de motorkap, maar wat ligt er in voor motor? Wat is er allemaal mogelijk hiervoor? Nou, de Lion-S Edition die leveren mij met motoren 510 pk, dat is een 12,4 liter, tot en met deze 640 pk, 15,2 liter. En met de nieuwe generatie hebben we onze voertuigen in de praktijk een 10% zuiniger weten te maken. Deze heeft 640 pk en ja, dat kun je gebruiken als je heel veel zwaar werk doet, maar dat is ook een enorm stuk comfort, want het accelereert gewoon sneller, je bent sneller die berg op. En ja, als je het kunt betalen, dus het is natuurlijk pure luxe. En dat is net als in een hele dikke personenauto. Je hoeft niet altijd 200 te rijden, maar het is wel lekker dat dit kan. En bij een truck gaat het er niet om snelheid, maar wel om vermogen en koppel. En ja, dat voel je toch dat dit in huis heeft. Wat ook altijd lekker is, is dat de veiligheidssystemen aan boord van de vrachtwagens ook steeds beter worden. Hè? Al die systemen die jou helpen, het is gewoon een en al rijdende computer. Die zorgt voor comfort, voor assistentie en voor goede ja, lage TCO. Ja, de MAN is bijzonder geavanceerd in zijn systemen. De cruise control bijvoorbeeld, ik sta nu keurig op de cruise control. En nu zul je zien dat hij vanzelf wat gas afgaat, omdat hij al weet dat daar een rotonde is. Zo van, joh, als je nu van het gas af gaat, dan gaat alles vanzelf, dan kun je er gewoon heen rollen. Dus anticiperen doet de auto al voor jou. En dat is natuurlijk een hele belangrijke als je brandstof wil besparen, want dan moet je zoveel mogelijk uitrollen. En zo min mogelijk remmen. Maar die systemen zitten ook voor je op te letten. Dus als er een obstakel is, dan zal die je waarschuwen en daarna remmen. Als je dreigt over de lijntjes te gaan, dan zal die met een signaal zal die je waarschuwen. Of hij gaat in je stuur duwen. En dat zijn allemaal systemen die de kans vergroten dat je chauffeur 's avonds weer heel thuis komt bij je gezinnetje. Hij heeft alles wat dit merk kan leveren aan opties, qua comfort, maar ook aan technologische hoogstandjes. Ja, een echte eigen rijdersauto of een echte auto voor een bedrijf wat de chauffeurs heel serieus neemt. Iep, vertel, hoe was het? Ja, een hele fijne auto om mee te rijden. Ja, de zit achter het stuur, het hele dashboard, het is echt een nieuwe auto geworden. Noem één ding waarvan je zegt van dat moet je echt uit gaan proberen. Nou, waar ik erg van onder de indruk ben, dat is die verkeersbordherkenning en dat die anticipeert op verkeerssituaties. Dat vind ik briljant. Nou, als jij nou met die Volvo gaat rijden, dan ga ik dat proberen met de MAN.